Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom bij dit benefietconcert, georganiseerd door het Maasland Kozakkenkoor ten bate van het hospice Bronnenhof. Fijn dat u in zo'n grote getale hier aanwezig bent. Ook een van harte welkom aan de dirigent en de heren van het Maasland Kozakkenkoor en aan de dirigent en de dames en heren van het gemengd zangkoor Holtum, dat geheel belangeloos zijn medewerking verleent aan dit concert. Zoals u in de aankondigingen hebt kunnen lezen, heeft het Maasland Kozakkenkoor de insteek om jaarlijks een benefietconcert te organiseren ten bate van een goed doelinstelling of een in financiële nood verkerende vereniging. En dit jaar is die eer te beurt gevallen aan het hospice Bronnenhof. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken heel in het kort iets te vertellen over het hospice. Bronnenhof is een kleinschalig hospice, wellicht beter gezegd een bijna thuishuis. Een plek waar terminaal zieke mensen de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. Het biedt een volwaardig alternatief voor thuis. Naast de zorg door de verpleegkundige van het buurtzorgteam Borden en de eigen huisarts, of indien dat gewenst is, de aan het hospice verbonden huisartsenpraktijk uit Obbecht, zijn de bewoners verzekerd van liefdevolle aandacht en opvang door onze vrijwilligers. Zij stellen alles in het werk om de laatste fase van iemands leven zo comfortabel en menswaardig mogelijk te maken. Er is alle ruimte voor de wensen en behoeften, zowel van de bewoner als ook van familie, vrienden en bekenden. Ook voor hen staat de deur van Bronnenhof wagenwijd open. Momenteel zijn ongeveer 80 vrijwilligers werkzaam in Bronnenhof, waarvan zo'n 50 als zorgvrijwilliger. Het behoeft naar ik aanneem geen verder betoog dat wij grote behoefte hebben aan vrijwilligers op allerlei gebieden. Vrijwilligers zijn in de zorg van Bronnenhof onmisbaar. Betaalde krachten hebben steeds minder tijd om de mens in de laatste fase van zijn leven de aandacht en rust te geven die nodig zijn. En vrijwilligers hebben die tijd en aandacht wel. Dus als u nog ergens wat tijd over hebt, meld u dan aan. Het hebben van een medische achtergrond is absoluut niet nodig. Naast de roep om vrijwilligers is er in deze tijd van bezuinigingen, met name dan ook in de zorg, voortdurende aandacht nodig voor de financiën. Of beter gezegd, voor het gebrek aan financiën. U kunt uw steentje bijdragen aan de financiële situatie van Bronnenhof door lid te worden van de Vrienden, stichting ten behoeve van het hospice. Reeds met een bijdrage van 25 euro per jaar steunt u al in belangrijke mate Bronnenhof. En overigens is de stichting Vrienden door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling, algemene nutbeoogde instelling, en dat betekent dat er fiscaal vriendelijk mogelijkheden zijn om extra steun te verlenen. Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Vrienden, kunt u dat digitaal doen via de website van Bronnenhof. Maar bovendien vindt u achter in de kerk nog formulieren om u aan te melden. Tot slot, Bronnenhof heeft elke eerste dinsdag van een kwartaal van 3 tot 4 uur een inloopspreekuur, waarin potentiële gasten en hun naasten, maar ook geïnteresseerden om vrijwilliger te worden, geheel vrijblijvend zich ter plekke kunnen oriënteren en verdere informatie kunnen krijgen. Op afspraak kan dit overigens vrijwel altijd. Ik dank u voor uw aandacht. Ik geef nu graag het woord aan de heer Lou Snijders,
die zijn persoonlijke ervaringen met Bonhoeff graag met u wil delen. Dank u wel. Dank u wel. Geachte aanwezigen, dames en heren, dank voor uw aandacht. Toen Wim Moermans van de Maaslandse Kozakkenkoor me onlangs vroeg of ik mee wilde werken aan deze benefietmiddag, dacht ik ja. Die mensen van het zangkoor uit Holten en uit Huchten en omgeving, zingen graag samen, delen dat ook nog eens graag met ons en delen dat ook nog eens graag met Bonhoeff. Ja, dat doe ik graag aan mee. Mijn echtgenote Nettie Goris is eind 2013 twee weken te gast geweest in Bonhoeff, ik ook en vrienden en familie ook, in de laatste fase van haar leven. Dat was een ervaring die, nou laat ik zeggen, nou, voor uniek was, maar ook heel indringend en positief in zekere opzicht. En ik heb nu nog, als ik vrijwilligers tegenkom van Bonhoeff, dat mijn hart een beetje oplicht. U zult zo meteen begrijpen hoezo. In mei 2014 vroeg iemand van Bonhoeff me of ik deel wilde nemen aan een, of een bijdrage wilde leveren aan een informatievoorlichtingsavond over Bonhoeff, gezien onze ervaringen. En ik heb er toen mee ingestemd. Ik heb een verhaal geschreven en dat is me gevraagd om dat nu voor te lezen. Toen de PR of de commissie, de voorlichtingscommissie van Bonhoeff me vroeg of ik bij wilde dragen aan die bijeenkomst in juni vorig jaar, reageerde ik impulsief met yes. Achteraf dacht ik, kan ik dat allemaal wel aan, want het overlijden is vers, maar goed. Uiteindelijk heb ik besloten om er een persoonlijk verhaal van te maken, voor die avond, gericht aan alle medewerkers, betaald of onbetaald, aan Bonhoeff. Mensen waar we voorbaar bij eind 2013 mee gewerkt hebben. De coördinatoren, de vrijwilligers, de verpleegkundigen van buurtzorg, artsen, fysiotherapeut, familie Kusters en Humanitas. Met hartelijk dank aan allen. Afgelopen jaar, dus 2013, werd mijn liefste Nettie ziek, ernstig ziek. Maar steeds hadden we hoop en verwachting dat haar ziekte bestreden kon worden. Zelf had ze daar genoeg spirit voor. Op donderdag 17 oktober 2013 kende ik het begrip palliatieve zorg amper. We waren nog nooit in een hospice geweest. Diezelfde middag kwam het doodsvonnis van de artsen en moest ik hals over kop op zoek naar een hospice. Vrienden zochten op internet adressen van enkele hospices in de buurt, terwijl mijn lieve vrouw en ik elkaar troosten en bemoedigden. Vrijdagochtend, daarna de stoute schoenen aan, de eerste plek om te bezoeken was Bonhoeff hier in Born. Ik kan jullie vertellen dat de laatste maand in het ziekenhuis niet zonder horten of stoten verlopen was. Dus ik was extreem alert op indrukken. Ten meer dat ik wilde dat elk moment in Nettie's laatste levensfase zo perfect mogelijk voor haar zou verlopen. Zonder extra zorgen en vol liefde en warmte, zoals zij zelf altijd haar leven geleefd heeft. Het eerste bezoek aan Bonhoeff dus was meteen raak. Mijn zus en ik waren eigenlijk meteen gerustgesteld door de prettige ontvangst en toelichting. Duidelijk en warm, zakelijk en zorgzaam. Kortom, professioneel, zoals je onder dergelijke omstandigheden zou kunnen wensen. Gelukkig was er daarop volgende maandag een kamer vrij voor Nettie. Nettie wilde beslist naar een hospice, omdat ze niet in ons geliefde huis wilde sterven. En ook om mij te ontlasten. Pas achteraf heb ik me gerealiseerd hoe wijs haar besluit was. We hebben door ons bedrijf hier, door ons verblijf in Bonhoeff, de laatste dagen van haar leven de broodnodige quality time samengehouden.
althans voor zover mogelijk. Mede omdat de medewerkers elke vraag, elke wens, elk verzoek van haar en van mijn gezicht lazen. En daar vriendelijk, respectvol en kordaat mee omgingen. In algemene zin wil ik benadrukken dat quality time heel belangrijk is in die fase. Maar ook moeilijk te garanderen dat elk van de nabestaanden of van de naasten die voldoende krijgt met betrokkenen. Feitelijk is het onmogelijk, heb ik geleerd. En dan sta je als regisseur van de bezoektijd voor bijna duivelse dilemma's soms en moet je wrange besluiten nemen met soms schijnende gevolgen voor anderen die toch zo graag nog even afscheid hadden willen nemen, maar helaas, kon niet, altijd. Voor mij en de meesten om me heen gold gelukkig, het belang van de geliefde die op sterven ligt, staat centraal. En dat lukte ook bijna altijd. En ik heb ook gemerkt dat bijna iedereen om ons heen of om je heen in een soort gelijke situatie bereid is om mee te helpen. Dat is bijna automatisch. En daar leer je dan ook snel gebruik van maken in zo'n situatie. En iedereen vindt dat dan ook prettig om een bijdrage te leveren. Net die laatste verhuizing, op maandag, dus enkele dagen na het vonnis, had ik vanuit Maastricht naar Bronnenhof, had ik familie en vrienden gevraagd om de daaropvolgende dinsdag niet op bezoek te komen. Omdat Nettie weer moest wennen aan een nieuwe leefomgeving, weer moest wennen aan nieuwe verzorgers en uitvinden wie al dan niet nog iets voor haar konden betekenen in haar laatste levensfase. Die rustdag vond ik super belangrijk in haar en in onze allerlaatste levensfase. De zondag voor haar aankomst in Bronnenhof mochten we haar kamer inrichten naar onze wens en met haar vertrouwde spullen. Een aangepast matras werd meteen geregeld. En ik vergeet ook nooit haar eerste woorden nadat ze hartelijk en respectvol ontvangen was in Bronnenhof. Wat is het dit? Sorry. Wat is dit een fijne plek? Ik ben ook nu nog blij dat ik haar die woorden heb horen uitspreken. We hebben haar kamer, de huiskamer, de tuin van Bronnenhof ten volle mogen benutten. Samen met vrienden, met familie. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dat ik kon blijven mee eten en overnachten was fantastisch. Dankzij de fijne paramedische zorg had ik ook mijn rust en rustmomenten en was ik fit om overdag voor Nettie te zorgen en gewoon samen te zijn. Samen met enkele intimie en met de medewerkers van Bronnenhof. De verpleegkundigen van buurtzorg waren ook kundig, warm en duidelijk in overleg. Kortom, het voelde allemaal als een warm bad. Na wat minder positieve ervaringen voorheen. En dat heeft Nettie en mij, of dat heeft Nettie rust en kracht gegeven. En mij opgesterkt. En ik denk ook nu nog geregeld met een positief terug aan onze intensieve laatste tijd in Bronnenhof. Bronnenhof is ook goed geoutilleerd. Met geweldige rolstoelen, een heuse douchezetel. En bijvoorbeeld een damesondersteek of een damespan. En meer zaken waar ik nog nooit van gehoord had, zeker u nog nooit bij stilgestaan had. Maar wel heel belangrijk bleek het te zijn, voor Nettie's welzijn. Ook kreeg ik alle ruimte om te zorgen. En dat was in Maastricht wel even anders geweest.
Daar moest ik aanvankelijk soms als een schooljongetje braaf wachten, permissie vragen en afwachten of ik al dan niet bij Nettie mocht. Om zorg te verlenen of weer om gewoon samen te zijn. En wellicht heeft aanvankelijk in Bronnenhof een enkel moment van irritatie plaatsgevonden tussen mij en medewerkers. Maar voor mij had dat zijn oorsprong in de negatieve ervaringen die ik voorheen had opgedaan. Dus was ik super gespannen en wat kort afgebonden af en toe. Dat werd soepel gepareerd door de medewerkers van Bronnenhof. Dat vond ik ook heel knap. Als ik al een uurtje naar huis ging in Buchten, of even niet bij Nettie kon zijn, heb ik me bijvoorbeeld ook nooit zorgen gemaakt van wie gaat wat doen bij haar op de kamer, of wat wordt besproken, of wie heeft de volgende dienst. Integendeel, ik ging altijd gerust even weg. De professionele discretie, de vriendelijke terughoudendheid wanneer nodig, gepaardgaande met slagvaardigheid, was top. Ook werden adviezen waar nodig altijd op de gepaste toon verstrekt door de medewerkers. Zo konden we ook steeds met z'n allen, en Nettie kreeg veel en vaak bezoek, aan de grote tafel in de huiskamer zitten, samen met Nettie in een rolstoel, of wanneer Nettie lag te slapen op de kamer. Allemaal mee eten, uitstekend, lekker. Iemand heeft zelfs 's ochtends met een bord achter me aangelopen, zo van nu moet je echt iets eten, zonder opdringerig te zijn. Wilde wie koken in Bronnenhof, was dat ook oké. Afhaalmaaltijd opeten in Bronnenhof, ook oké. Had net die zin in bitterkoekjespudding of whatever, geen enkel probleem, daar werd meteen door iemand van de kookploeg verzorgd. Voor ons, mezelf dus, onze familie en vrienden, was dat heel belangrijk. En voor Nettie natuurlijk ook. Zodat we toch steeds bij Nettie waren. En voor Nettie was dat heel geruststellend en fijn. We waren immers altijd dichtbij. Ook was er altijd wel iemand van de medewerkers die even naar Nettie ging als dat nodig was. Om haar te verzorgen, samen met mij of niet. Om een drankje te brengen of gewoon om een praatje te maken. Bloemen werden steeds geschikt en elke bezoeker werd warm en toch gepast ontvangen. En er kwam altijd koffie uit de bron. Overigens heeft bijna elke bezoeker mij persoonlijk verteld hoe de sfeer bij Bronnenhof en de verzorging hun verdriet om Nettie's lijden en overlijden verzacht heeft. Zo heb ik me eerlijk gezegd ook pas achteraf gerealiseerd dat palliatieve zorg niet alleen gericht is op de persoon die helaas moet sterven. Die zorg is ook op nabestaanden en naasten gericht. En als je dat als zorgverlener goed doet, creëer je dus ruimte voor positieve wisselwerking tussen de gast die helaas moet sterven en de nabestaanden. En achteraf is het misschien een beetje dom dat ik me dat allemaal pas later realiseerde. Maar ja, in de laatste dagen met je geliefde ben je alleen actief gericht op juist je geliefde. Zonder lang na te denken over andere zaken. Een ander aspect dat ik geleerd heb in die periode bij Bronnenhof is dat palliatieve zorg door en voor dierbaren... Een ander aspect van palliatieve zorg dat ik daar geleerd heb, is dat het bepalen van de regie, dus wie kan wanneer op bezoek komen, wie moet wat doen, welke instantie moet gebeld worden enzovoort, dat je zelf die regie kunt bepalen en behouden, is essentieel. En zoals ik al eerder zei, soms ook moeilijk. En gekoppeld aan die regievoering is ook duidelijke communicatie met de omgeving. En zo is bijvoorbeeld ook goede communicatie met de persoon die helaas moet overlijden erg belangrijk.
respectvol communiceren in de laatste levensfase, behels bijvoorbeeld direct aanspreken in plaats van via de partner. Iets wat veel mensen best wel moeite kost. Ook dat aspect werd in Bronnerhof 100% erkend en gestimuleerd. Ook na het trieste overlijden van Nettie stonden de medewerkers van Bronnerhof ons bij met raad en daad. En hebben we jullie huis als uitvalsbasis mogen gebruiken. Steeds heel dicht bij Nettie, die hier prachtig opgebaard was door mevrouw Kusters. Dat vonden we super, dat Nettie ook na haar overlijden in Bronnerhof kon blijven. Nettie en ik waren al zo vaak verhuisd in ons leven, nu nog eens naar een andere plek. Dat sprak ons niet aan. En ook in die allerlaatste fase, waarin veel emoties naar boven komen, was jullie huis, Bronnerhof dus, voor ons een positief toevluchtsoord. Alle besprekingen met familie, vrienden en overleg met instellingen, uitvaartorganisatie, Humanitas, verliepen heel goed, omdat we iedereen weer aan de grote tafel konden ontvangen. En natuurlijk dankzij de zorg, respect en weer die discretie die iedereen in Bronnerhof betoonde. En achteraf beschouwd, alweer achteraf, denk ik dat jullie hartelijkheid in combinatie met jullie professionele gastvrijheid en zorg mij ook staande heeft gehouden in die super moeilijke periode, waarvoor ik nogmaals dank. En last but not least was ook de herdenkingsbijeenkomst in mei 2014 een hele mooie geste van Bronnerhof. Ik moet bekennen dat we er vooral aan deelnamen uit respect voor de medewerkers, als dank voor de goede zorg. Na de bijeenkomst realiseerde ik me dat dit voor mij en voor onze vrienden een geweldige herdenking was. Doordat alles door jullie in Bronnerhof geregeld was en wij ons konden concentreren op de nagedachtenis aan Nettie. En dat was fantastisch. Eigenlijk de eerste keer na haar overlijden en na haar prachtige celebration of life met alle hectiek daaromheen. Die bijeenkomst in Bronnerhof was sober en mooi, waardig en ook voor mij heel emotioneel en vooral waardevol. Jullie hebben mij en velen om ons heen geleerd wat goede palliatieve zorg behelst en wat het belang ervan is. En vooral, Nettie is weliswaar niet happy gestorven, maar wel in een warm thuis. Beter kon echt niet. En ik heb gemerkt dat het op jullie bij Bronnerhof ook goed werkt. Kortom, goede zorg is win-win. Afsluitend, voor mij staan enkele kernwaarden centraal in die palliatieve zorg. Dat is duidelijkheid, goede regie, open communicatie, professionaliteit en onderlinge en wederzijdse betrokkenheid. En natuurlijk liefde, warmte, vriendschap, respect en quality time. Dacht aanwezigen, toen ik mijn verhaal nog een keer doorlas, dacht ik, het lijkt wel of Bronnerhof mij betaald heeft om dit verhaal te schrijven en voor te lezen. Nou, ik kan jullie vertellen, en dat hebben jullie ook van meneer Smits gehoord, het tegendeel is waar. Om als vriend bestempeld te worden, mag je een bijdrage overmaken. En terecht, en dat doe ik oprecht graag. Ik heb dat trouwens nog niet gedaan, maar ik zal straks het formulier invullen. En Bronnerhof, als jullie nog een vrijwilliger nodig hebben en mij geschikt achten, count me in. Hartelijk dank. Ik klap mee en dat is dan tevens voor de organisatie van vanmiddag bij de zangkoren en natuurlijk voor Bronnerhof. En nu wil ik graag het gemengde koor uit Holtum aankondigen en ik dacht dat er nog een kleine toelichting kwam. Door. Dames en heren, voor u staat opgesteld het gemengd zangkoor Holtum.
En uiteraard hebben wij graag gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan dit concert waarvan de opbrengst bestemd is voor het hospice Bronnerhof. Vandaag staan we hier helaas niet op volle sterkte. 4 koorleden zijn ziek en kunnen niet meezingen. Dat is natuurlijk een aderlating. En je zou kunnen besluiten om af te zeggen, maar dat zou de gemakkelijkste weg zijn. Het advies van onze dirigent, Goh Grote, is dan ook dicht bij elkaar staan, goed opletten en naar elkaar luisteren. De directie volgen en vooral zingen. Ga er maar aan staan. Alvorens een concert te beginnen is het regel dat de zangers en zangeressen hun stem losmaken. Inzingen dus. Dat kan via stemoefeningen, maar wij als koor kiezen voor een lied met als titel Intrada Capella. Geen moeilijke tekst.